Kunnen jullie je nog herinneren hoe dat ging toen? Met die deugneuzen van BNN-VARA? Ja, ten tijde van, laat ik maar zeggen, The Voice, weet je wel. De hele rel toen. Ja, oh nou, toen gingen ze ons uitleggen en dat hele MeToo gebeuren, weet je nog. En toen met Mark Overmars, met zijn dikpikkies. En toen gingen zij van de BNN-VARA, zeg maar de afdeling deugneus, die gingen ons uitleggen, weet je nog, hoe de wereld in elkaar zit en hoe wij daar tegenaan moesten kijken. En dat allemaal helemaal niet kon en dat schandalig was en noem het allemaal maar op. En dat zat toen allemaal maar te deugneuzen met elkaar. En kijk nu eens vrienden, het is toch altijd hetzelfde liedje weer. De mensen die dat allemaal prediken, doen het altijd zelf. Want nu zijn zij het epicentrum van de NPO-rel. Ja, want Sembla hebben ze ook nog eens een keer. En dan blijkt dus die hele Matthijs van Nieuwkerk, dat blijkt dus nog veel en veel erger dan ze gedacht hadden. Oh, ja. Ja, want het was niet alleen schreeuwen, wat ik dat niet eens zo erg vond. Nee, maar het is zo fysiek geweld. Oh, hallo. Ja, even mensen met de keel grijpen en hup over bureaus heen trekken. Ja, ja. En ook nog eens een keertje. Had de Matthijs het gedaan met een dame daar op de afdeling. Ja, ga je gang. Maar die hebben ze toen weg moeten sturen. En 20.000 euro mee moeten geven. En dat deden ze dus allemaal daar bij deugneus. Dat vinden ze allemaal geen enkel probleem. Nee. En weet je nog, toen de PVV had gewonnen, toen hadden ze allemaal uithuilsessies en bij elkaar komen. En oh god, de wereld vergaat. En nu? Ik hoor niks. Ik hoor niks. Waar blijven we nu? Bij de BNN-VARA. Waar blijft de afdeling deugneus nu met huilsessies over wat er nu allemaal aan de hand is? Hé, gauw bij elkaar komen allemaal daar. Ja, en lekker bier.